Alright, let's get the passengers inside. Oh, Matt is iemand aan het hosten, ik wou wel zeggen. Sinds wanneer is Matt al live, maar die is gewoon iemand aan het hosten. Lol. Alright. Shut up. Why is it on miles per hour? Because the pantograph is not up yet. Wat doe ik hier nou weet je niet goed? Dan heb ik hem. Nee, dat weet ik, maar ik zit nou meer even te kijken waarom dat ding niet wegrijdt. Anyway. Rijden. Oh, zet je de ruitenwissers uit? Ja, zo dan maar. Ja, het duurde eventjes, kop op, maar. Ja, normaal zou ik zeggen Ctrl V, maar dat pakt hij er weer niet. Heeft de laatste tijd heb ik wel vaker last van met mijn bepaalde combinaties. Zelfs met die koersborden, ik snap er nog steeds niet waarom ik mijn koersborden niet op die Nederlandse treinen kan instellen. Ik snap dat voor geen meter. Dat vind ik een beetje... beetje krom. Maar goed, komt helemaal goed. Alright, let's go. Yes, that's really true. Oh, nou werkt het nog steeds niet.
Yes, dat klopt. Maar toch niet heel erg, nee. Deze is de Javelin optie te zijn. En met inderdaad de Franse capsule signalisering. Nee, helaas niet. Dan kan je net niet op F5 zien, hè? Laten we dan maar gewoon op F3 rijden, want het was eigenlijk de bedoeling dat ik op F5 blijf rijden, maar ik zie dan net niet die. Dingen staan. Ja, we kunnen het gewoon doen. Oh, nou, ik zie het al, ik zie het al. Oké, geen probleem. Zo. Ja, is geen probleem, Darkness. Ik zou zeggen tot zo. Ja, dan moet ik hem even hier op laten staan, want anders zie ik natuurlijk niet waar de passagiers lopen. We zijn hier gewoon 3 minuten te vroeg, koploper. Eens even kijken, wat is er nog meer aan gezegd in de chat? Ja, dat is waar. België maakt daar inderdaad wel werk van. Ja, van die ETCS. Absoluut. Graffietje. Tegen 2020 zou België ETCS moeten hebben. Oké. Oh my god, Rob, wie heeft dat nou weer gemaakt? Het scenario is ruim ingelegd, fout in 2016. Ah! Je vertrok er ruim een minuut voor, soms moet je wachten, soms niet. Oh, is dat weer zoiets? Oké. Nou ja, oké, geen probleem op zich. Oh, die heeft hij gemaakt. Oké, Jens. Ik vind het prima, jongens. Soms moet je wachten, soms niet. Oké, ja. Dat blijkt, ja. Nou, dat maakt niet uit. Het gaat helemaal fantastisch. Het is awesome. Het is fun. Lol. En ik heb ook geleerd, als je met deze trein rijdt, kan je in principe op F5 mode rijden. Want eigenlijk zegt die trein precies waar je moet stoppen.
Op de andere kant als komt zo een AI-trein binnen. Ah ja, klopt. Niks te zien. Deze trein zegt niet waar je moet stoppen. Deze zegt alleen waar. Waar. Ja, precies daarom. Kijk, dat stoppen moet je zelf nog kennen, maar toevallig weet ik dat van dit stuk. Dus dat scheelt. Dus het is wel voor mij wel een extra. Ja, leerdingetje dan. Maar. En op zich, het is wel makkelijk iets wat ik wat je op 5-5 kan rijden, in ieder geval. Dat vind ik zeker wel fijn. Thanks, Jens. Ik vind dat dit ook lekker gaat. Ik mag hier niet over klagen. Ik zou nog eens nice de. Oké. Zeg, maak er maar iets moois van, Jens. Jullie kunt er niet voor beter dan ik zelf, dus. Awesome. Welkom back, darkness. Ja, looks really nice.
Alright, let's go out of the ground. Ben even 10 minuten weg, zo. Ja, hetzelfde denk om hangen, Jens. Maar in ieder geval mocht ik je niet meer spreken. In ieder geval, fijne avond, misschien tot morgen. En anders in ieder geval een fijne kerst. Ga fietsen. Zijn we net over de A13 gegaan. Okay, Matt kan going to stream soon. Actually, he's starting. So, with that, we are going to stop in the next station, and that will be the end of this, not this scenario, but for this stream. I hope you enjoy it. I will be back tomorrow, around the same time as always. Well, between 7 and 8 o'clock.
Make sure to get it on under 60. So, and with that, the capsulization is off. Let's get off the traction. That was the bell, that one. Trouwens Rob, had jij die donatie van de euro van Grey? Yes, ja, ik had die ook. Ja, oké. Okay. Oh, jij ook? Oké, okay, nice. Oké, okay. Awesome. Ja, ik had hem vanmiddag ergens gekregen of zo. Ik kreeg ineens op mijn telefoon een berichtje, ik had zo'n wow, oké, okay, nice. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat hij dat heeft gedaan. Beetje kloten met mijn OBS een beetje spelen. Oh jawel, komt helemaal goed. Maar in ieder geval, ja, ik vond het wel bijzonder, absoluut. En met dat ja, wil ik je in ieder geval iedereen gaan bedanken. Morgen ben ik er ook gewoon nog. Dat zal de laatste voor kerst zijn. Het is gewoon een reguliere, ja, gewoon een normaal stream net als vandaag. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag nog. En dan is het alweer eind van het jaar. Iedereen sowieso bedankt vandaag. Darkness, Monster, Jens, Koploper Mo, voor de moderators. En Swellu en alle andere kijkers die ik nog vergeet. Ook super bedankt voor het komen vandaag. We hebben een paar last gehad van trolletjes. Maar goed, dat doet de pret zeker niet druk. We hebben toch 3 scenario's kunnen doen vandaag. Het was een lot of fun.
Ik ga zo Matt hosten. Oh, die heeft nog 2 minuutjes ongeveer. Dus ik zou zeggen, dank voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dus tot ziens allemaal.